Goedemorgen, het is... Goedemiddag, nee, goedemorgen. Het is dinsdag en ik begin mijn vlog vandaag. Omdat ik niet zo heel veel kan vloggen vanwege dat ik niet zo heel veel kan. Want ik ben geopereerd, voor wie het niet weet, aan mijn buikspieren. Mijn buikspieren zijn aan elkaar gezet. En ja, dan mag ik niet veel. Dus ik doe niet zoveel. Ik lig vooral op bed. Probeer wel regelmatig te bewegen in huis. Heel af en toe een klein stukje buiten lopen. Zoals zo meteen, want ik ga zo meteen eventjes met een vriendinnetje een bakje koffie drinken. Ik heb zo'n pak aan. Voor wie mijn vorige video's niet heeft gezien. Dus dan is het de vraag, wat trek je dan aan? En dan wordt het dus dit. Dit is een shirtje van Stradivarius. Ik heb nog een paar kettingjes om. Die kan ik natuurlijk beter zo laten zien. Deze is... via Etsy, de zus van de huismuts. Ik weet even niet hoe zij zelf heet. Maar dit zijn de initialen van Elin en Niels en hun geboortesteentjes. Dan van verder en verder deze. Met ook Niels en Elin eraan. Hier zitten de N en de E. Zoals je kunt zien. En deze is van Momo. En dan heb ik dit t-shirtje aan van Stradivarius. En dan deze rok is ook van Stradivarius. En die is dus lekker lang. En dan valt dus deze pantalones niet op. Dus ja, dit is het lookie. En dan slippertjes en dat is het. We gaan even lekker lunchen. Ja, we gaan geen mooie foto's maken zo. Ik heb net heerlijk op het terrasje zitten met een vriendinnetje. Heel gezellig. En toen liep ik naar huis. Toen zag ik dit op de grond liggen. Dit is onze slalepel. En ik was bij het raam aan het spelen en tikken met het ding. Toen we de ramen open hadden. Ik zat erbij. Ineens hoorde ik zo ding ding. En toen dacht ik, hè? Maar we hebben nog zo'n soort ding. Alleen dan zeg maar de andere helft. En ik wist niet dat dus ik zag die andere licht. Ik, oh, dan zal dat er zijn geweest. Maar bleek het niet. Dus nou, het is goed dat ik die gevonden heb. Dus die gaat de vaatwasser in. En nu ga ik zitten. Want nu ben ik heel erg fysiek moe. Dus ga ik lekker zitten. Of eigenlijk liggen. Want ik kan niet meer zo goed zitten. Doe het een beetje. Zo, dit zijn nog even te pruttelen. Ik heb daar mijn macaroni in. Lekker. Ik ben inmiddels zonder make-up. Ik heb net een maskertje opgehaald. Ik ga zo nog een ander maskertje doen. Ik heb net zeg maar een peeling gedaan. En dan nu zometeen nog een maskertje. Maar er werd een pakketje bezorgd. En dat zijn schoenen die ik had besteld. Ik ben nog steeds, ik ben al heel lang op zoek naar nieuwe steehakken. Want mijn lievelingspaar zit eigenlijk sinds de zwangerschap niet meer lekker. Mijn voeten zijn toch iets groot gegroeid. En daarbij zijn ze ook echt al heel wat jaren oud. Want ik had ze in ieder geval al... in Californië, toen Sven met een huwelijk vroeg. En dat is dus 5 jaar ruim geleden. Dus ik heb ze ook al heel lang. Ze waren ooit van Pull&Bear echt in de sale voor geloof ik 15 euro of zo. Maar ik heb nu een nieuwe aan, ook uit de sale, maar dan van Manfield. Ik ga ze even laten zien. Kijk, verder moet je natuurlijk niet op mijn outfit letten, maar dit zijn ze. Ik vind ze echt heel leuk. Nu zoomt hij wel in. Kijk, dit zijn ze. Dat is heel erg cute. Dit zijn ze aan de zijkant. Zoals je ziet heeft het verschillende kleurtjes. Zeg maar de basiskleur is een beetje oudroze, zeg maar, een beetje licht. En dan heeft het nog een 2 soorten glans. Ja, ik vind het echt geweldig. Dus ik ben hier helemaal content mee. Ik ga lekker 2 maskertjes opdoen. Deze voor mijn ogen en deze allebei van de Douglas. De Aqua Focus Bio Cellulose Moisturizing Face Mask en Moisturizing Eye Patch. Heel benieuwd. Eye patches doe ik eigenlijk überhaupt nooit. Dus dat lijkt me wel lekker. En ik heb deze gekregen. Dus dat is altijd een goed excuus om ze te gaan gebruiken. Dat is stap 1. En dan deze. Juist. Met dit. Dit voelt heel lekker verkoelend. Ik heb niet het idee dat ik een soort C-kwaliteit masker op mijn hoofd smeer. Oh, die gaat er wel in. Heerlijk. Nou, ik ga dit even laten intrekken. Handen verwassen. Zo, ik ga hem eraf halen. Ik krijg het zeg maar helemaal een soort van leeggezogen. Kijken of ik het neem aan dat ik het gewoon moet insmeren. Oh.
dit was best wel lekker. Goedemorgen, het is woensdag en wij zijn bij het ziekenhuis voor de controle. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb gewoon weer mijnzelfde outfit aan, want ik heb maar twee outfits. Nou, dat is niet waar. Ik heb weinig outfits die met deze pantalones goed gaan. Dus we gaan daar nu heen. Dit is echt mijn guilty pleasure. Dit soort dingen kijken, deze filmpjes, vind ik echt geweldig. Net terug van het ziekenhuis, alles was goed. Ik zal daar meer over vertellen in de update video, zeg maar, over de hele operatie. En nu ga ik een lekkere bak sla eten. Ik heb net het tweede gedeelte van mijn video opgenomen over, dit keer dan over het herstel. Dus als je daar benieuwd naar bent, die komt ergens rond deze tijd online op een woensdag. En nu ga ik weer liggen, want ik merk dat het klaar is met het lichaam voor vandaag. De kids zijn weer thuis en Hayden zit even in de keukentje. Oh. Beetje veel, hè? Dat is lekker. Ik ben even met een mini projectje bezig. Met deze schoendoos ga ik omtoveren tot Lego doos. Dus ik heb allemaal posters van de Lego site geprint. En die ga ik er gewoon op plakken. Aan alle kanten. Dus deze nog. Deze. Hier heb ik nog kleintjes. En dan heeft hij een mooie Lego doos. Want het ligt nu allemaal overal in kleine doosjes. Kort gek. En ik ga nog wel een keer een handig systeem bedenken. Maar voor nu wordt het deze schoendoos. Even een kleine shout-out naar Eneco. Ik ben niet altijd een groot fan geweest. Maar ook ben niet scherp. Ik weet niet waarom. Misschien een beetje meer in het licht gaan zitten. Dit is denk ik beter. Niet altijd even groot fan geweest. Maar we hadden hier dus een tijdje werkzaamheden in de wijk. Omdat ik terug nou eenmaal uitbreid. En ze hebben altijd super goed gecommuniceerd met wat er ging gebeuren en wanneer. Er was zelfs een keer dat ze door problemen met materieel een avond langer door moesten. Toen hebben ze dat gewoon die dag zelf gewoon in de brievenbus gegooid van het spijt ons. Of nee, dat ze de volgende ochtend vroeger moesten beginnen of zo. Want dat moest dan, weet ik veel, er moest iets gebeuren. Maar echt allemaal super netjes qua communicatie. Toen hebben ze een feest georganiseerd na afloop voor alle bewoners met allemaal stands met hapjes en drankjes en muziek en ijs en helemaal leuk. En nu wordt er dus net aangebeld. We hebben ook nog een bloemetje van ze gekregen. Nou, ik vind het echt. Terwijl, ja, kijk, ik ben iemand, ik zal niet zo snel klagen over overlast. Ik denk altijd, ja, je weet, je woont in een stad, hoort erbij. En ik vond het echt, ik kan me voorstellen als je, kijk, wij zijn niet zoveel thuis. Dus, ja, in het weekend, maar door de week niet. Dus ja, ik heb er echt nul last van gehad. Ik kan me voorstellen dat je misschien elke dag thuis vanuit huis werkt. Dat was wat vervelend is. Maar echt, het is ongelooflijk. Dus we zijn helemaal. We hadden ze al een mailtje gestuurd naar aanleiding ook van het feest. Want dat ze het zo goed georganiseerd hadden. En nu dus dit weer ongelooflijk. En nu dus een bloemetje. Applausje. Zeg even een applausje. Nou, maar echt, weet je, het gebeurt. Er zijn heel veel bouwers en ontwikkelaars en dat soort partijen die dat niet doen. Kijk. Nou, dit is toch leuk? Achter de geranium gaan zitten, ja. De MVOI. Ik denk dat ik ze aan mijn ouders ga geven. Want ja, weet je, wij bij ons sterft alles. Mijn moeder heeft een mooie tuin. En die verdienen ook wel een bloemetje. Dus, kijk, het is bijna klaar. Dit is de deksel. Ik heb nu bijna alle zijden gedaan. Wat zeg je? Voor wie mijn vlogs wel eens eerder heeft gezien, weet dat ik dit een tijdje geleden voor Eden op Marktplaats heb gekocht. Dit is een van de Little People kasteel. Het was iets groter dan ik in mijn hoofd had. Maar, en toen kreeg ik er nog van alles bij. Wat hier nog in zit. En een deel heb ik er gewoon al gegeven. Maar dit wil ik even gaan schoonmaken, want dit is een cadeautje voor de verjaardag. We hebben Niels destijds ook via Marktplaats een Little People boerderij gegeven met zijn eerste verjaardag. Daar heeft hij veel mee gespeeld en Elin speelt daar nu veel mee. En soms spelen ze er ook samen mee, zoals je denk ik ook wel eens hebt kunnen zien. Dus ik vond het wel leuk om haar, nou ja, ook iets te geven. En ik had een soort huisje gezien, dat vond ik wel leuk, maar dat was te ver weg. En dit, toen zag ik ineens dit en het was in Utrecht. Maar het is iets groter.
dan ik had bedacht. Maar dat ga ik nu even schoonmaken. En ook even bedenken, ik ga dat niet allemaal met papier inpakken. Het hele idee is dat je een beetje duurzaam bezig bent. Maar goed, ja, dit... nee, weet je, Little People, dat gaat 100 jaar mee. Dus ik vind het helemaal prima om dat zo te doen. Dus ik ga dit schoonmaken en dan ga ik even bedenken. Ik denk dat ik het gewoon in een tas doe met een grote strik eromheen. Ja, whatever, het maakt haar natuurlijk niet uit, ze heeft geen idee. Maar dan ga ik even schoonmaken en dat ga ik doen terwijl ik zit op een stoel natuurlijk. Ik heb even het huis aan kant gemaakt voor de schoonmaakster die straks komt. Maar ik dacht, kan ik het beter nu doen dan dat ik het doe als schoonmaakster net geweest. Want dan maak ik er weer een grote rommel van natuurlijk. Dus ik ga nu een emmertje pakken, sopje, en dan ga ik eventjes wassen terwijl ik op mijn stoel zit en iets ga kijken op... Ik hoop Videoland als het alweer doet. En anders wordt het iets anders. Nou, alles is schoon. Dit zijn de torentjes van het kasteel. Als we die hier horen, ik heb geen idee. Zo, nee. Oké, nog een torentje. Ja, en ik heb deze ga denk ik gewoon naar mijn ouders, want zij hebben hier andere onderdelen van. Dit is van de boerderij. We hebben ook een boerderij met een andere. En ik denk dat ik deze gewoon los bij het speelgoed leg. Alsof het altijd zo had moeten zijn, zeg maar. Dit is interieur van het kasteel. Want ik wil ook niet dat ze overweldigd wordt door zeg maar 600.000 cadeaus. Zo. De castle. Dus ik denk dat komt goed. Nu de batterij op laat, want die is leeg. Ik heb even heerlijk op het terras gezeten. En ondertussen een boodschappenlijstje gemaakt. En nu... ga ik, sorry, ik sta even achter de stoel die klaar staat, die ik natuurlijk nu niet kan tillen. En nu ga ik eventjes douchen. Ik heb even gebeld hoe laat Sven thuis is en dat ga ik redden. Dat wil zeggen dat ik al niet al te lang uit mijn magische pak ben. Dus dat ga ik nu doen. Ik zie wel dat de vloer in de badkamer nog een beetje nat is. Je kantelen dat het eruit kan komen. Ik ga bananenbrood aan het maken. Oh, dat meisje. Nee, is buiten. Oh, is buiten. Dat is goed. Klein beetje kantelen. Kijk, hoe mooi. Mama, kijk nou! Oké, de schaduw. Ja, niet in het zand. Ja, oh, mooi. Lekker alles in het gras. Ja? Gezellig hier met Niels. Het is zaterdag. Goedemorgen is het nog. Ik ben net even met Eden naar buiten geweest. En nu zijn Sven en Niels naar de Nielse sporten. Vandaag is de diploma-dag. Dus ik was net eventjes bij de winkel. Nieuw mijlpaal. En daar wilde ik eigenlijk zo'n boekje. Zo'n lego boekje waar dan zo'n poppetje zeg maar aan zit. In zo'n zakje. Maar die waren er niet meer. Er lag alleen nog één zo'n zakje. Dus ik zei, ja, heb je nog ergens die boekjes liggen die daarbij horen? Nee, had ze niet. Maar ik mocht het zakje meenemen. Super lief. Dus dat krijgt hij zo als een soort kleinigheidje. Omdat hij zijn diploma heeft gehad. Nou krijgen alle kindjes natuurlijk dat diploma. Ja, vlek. Nou krijgen alle kindjes natuurlijk dat diploma. Maar toch leuk. Eden ligt te slapen en ik ben alleen thuis. Maar de buurvrouw staat standby. Dat mocht ze wakker worden. We gaan er niet van uit. Maar je weet het niet. Dan kan de buurvrouw haar uit bed tillen. Dus ja. En ik ga nu Love Island kijken. Heerlijk. Vanmorgen moest ik weer bijna overgeven. Nee, ik ben niet zwanger. Ik denk dat het komt... door die huid, haar en zo vitamines van Swiss. Die heb ik een tijdje niet genomen. Toen dacht ik laatst van ik ga er weer aan beginnen. Omdat ik met een deel van de pijnstillers gestopt was. Ik ben nu met alle pijnstillers gestopt. Maar ik dacht neem ik dat weer.
En dat is een van de dagen dat ik heb overgegeven. En ik heb nog een dag dat ik net niet heb overgegeven. Zoals zeg maar vandaag wel heel misselijk was en bij de wc stond, maar dat ik het net binnen kon houden. Sorry voor de details. Maar dat waren allemaal dagen dat ik dat had genomen. En ik denk dat dat gewoon niet lekker gaat in combinatie met die andere pillen en zo die ik heb. Dat is het enige wat ik kan verzinnen. Want, nou ja, dus ja, niet zwanger of whatsoever. Dus ik heb geen idee. Maar ik neem ze gewoon eventjes niet meer bij het ontbijt. Dat heb ik nu bedacht. Kijken of dat dan helpt. Maar echt verschrikkelijk. Dus ik stond vanmorgen weer boven de wc. Hartstikke fijn. En ik heb vanmorgen even gedoucht en mijn pak gewassen. Dus ik voel me weer helemaal als herboren. Haren gewassen. Verder hebben we vandaag geen plannen. Het zou gaan regenen, maar het is echt strak blauw. Dus ik denk dat we gewoon lekker een beetje in om het huis gaan. Morgen hebben we een verjaardag. Ik wist niet of ik daarmee heen kon, maar ik denk als we met de auto... Ik mag niet fietsen. Maar ik denk als we met de auto gaan, kan ik op zich wel mee. Ik kan best wel even een uurtje op een stoeltje zitten. Dus dat zijn een beetje onze wilde weekendplannen. We hebben natuurlijk helemaal gewoon niks gepland. Op de verjaardag van anderen na hebben we gewoon niks gepland. Dus tranquilo, tranquilo. Ja, we zitten lekker op het terras, hè? Nou, hè, eindelijk een roze rietje. Niels wilde heel graag een roze rietje. Het was heel belangrijk vandaag. En Eden had er al een. Maar ja, hoe leer je nou zo'n kind uit een rietje drinken? Ja, top. Zo dus. Ik vind ook chocolade nodig. Ik heb wat spullen voor Edens verjaardag besteld. Zo heb ik kartonnen vorkjes. Of karton, hout. Ja, deze had ik niet bedacht dat die zo goud waren. Maar misschien kan ik ermee werken. Ik ga er even over nadenken. Kaarsjes. Bordjes. En één setje bekers. Want die doe ik alleen voor de kinderen. De rest krijgt gewoon glazen. Maar wel gewoon gebakbordjes. Ballonnen. Servetten. En deze Happy Birthday slinger. Ons nieuwste iets is dat we 's ochtends beginnen met een boterham voor Edin. Niels heeft normaal yoghurt, maar die wilde nu ook een boterham. Oh, heel goed. Maar zij in ieder geval. Dan kan ze even rustig dat eten voor de fles. Eden, ik ga even lekker wandelen. Ik heb maar even mijn jasje aangedaan. Ik vind het heel warm is. Eden eet lekker een banaan, hè. Oh, iets te groot hap. Ik ben lekker even aan het wandelen. En Eden vindt plantjes altijd heel fascinerend. Daar zit ze zo'n... Kijk, nog een poesje. Een poesje. Hoi. Was het ook een poesachtig, want die wilde geaaid worden. Maar dat doet Eden nooit zo handig. Ja. En ik loop elke dag een stukje beter, dus dat is ook heel fijn. Wij zijn gezellig eventjes lunchen. Oh. Eden heeft de brood al op. Nu nog wat fruit, wat hadden we nog over. Wij zitten in de auto naar een verjaardag van een kindje van vrienden van ons. Die wordt 2. Nou, en Elin zit bij ons in de auto, maar Niels is nog even opa en oma belden of we het goed vonden als ze Niels meenamen met een fietstochtje en een ijsje eten en even naar de speeltuin. Nou, natuurlijk. Je kan Niels niet blijer maken dan met uitjes. Dus brengen hem naar de verjaardag toe. Dus ja, het is onze zondagmiddag. De ene zit steeds enthousiast mee te klappen met de kietjes. Zo gek op water. Zit net met dat ding van Niels te spelen. Kijk. En dan stek je met zijn lego. Een nieuwe doos. Het is echt een portie rommel hier. We willen het niet meemaken. En de staat is ook gewoon los, hè? En? Oh, nee, dan heeft er lol. Hebben jullie wel meegekregen? Moet ik? Die gauw is goed. Nee, dat is niet jaar. Die wordt bijna. Dat ze nu kruipt ze echt. Het heeft even geduurd. Ze stond veel eerder dan dat ze kroop. Maar ze heeft gekropen op de badkamervloer. En net ook bij die vrienden van ons. Ze kruipt. Dus weer een mijlpaaltje. Jullie zien mij niet, denk ik. Maar jullie horen dit wel. Als ze stoppen. Dan heeft ze soms. Het is nu.
tien voor half elf. Ze zijn loco. En wat helpt is een fles. Maar ja, kom on, weet je. Dat moeten we dus niet doen. Ik loop een beetje debiel. Want het is donker. Of donker. Ik heb mijn pak niet aan. Mijn pak, dat ga ik nu weer aan doen met hulp van Sven, tenminste, zo meteen. Als hij niet stopt met krijzen. Dus ik heb het nu heel even uit. Dat pak ik nu een uurtje, zeg maar, per dag. Dat is echt de hemel. Want dat pak, dat jeukt als de hel. Dus ik ga nu mijn tanden poetsen. En ja, Sven moet naar één, want ik kan haar natuurlijk niet tillen. Is ook lastig, kan ik je vertellen. Lastig om haar te horen houden en niks te kunnen doen. Maar goed. Hoeveel fruitvliegjes kan een mens hebben? Wie heeft de gouden tip voor fruitvliegjes? Let me know. Goed, ik ga hem toch oppoetsen. Ja, goed zo. Nog eentje. Dat kan niet, hoor. Ja. Het is woensdag. Ik heb niet zoveel meer gevlogd. Er is ook niet zoveel gebeurd. Want ja, er gebeurt niet zoveel. Op dit moment heb ik... Ik weet niet. Heb ik een buikgriep of iets verkeerd gegeten? Of... Ik weet het niet, maar in ieder geval voel ik me vrezen. Doei, jongen. Dus ik lig maar een beetje, ik heb net geslapen. En Niels gaat nu een cadeautje halen voor Eli. Jasje aan nog niet. Morgen, het is donderdag en ik ben nog steeds ziek. Ik baal ervan. Ik zie er niet uit. Ik denk toch dat het een soort buikgriep is. Zo, dat is beter. Ik denk toch dat het een soort buikgriep is. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik heb misschien gewoon niet zoveel weerstand na die operatie of zo. Ik had gisteren eigenlijk een lunchafspraak. Die heb ik naar vandaag verzet. Maar goed, de vraag is of dat nu überhaupt kan. Ik ga denk ik nog even op bed liggen en dan zo meteen kijken hoe het gaat. Ik heb wel goed geslapen. Vannacht gelukkig, dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben gelukkig weer een beetje opgeknapt. Heel fijn, ik ben er echt nog niet. Ik merk dat ik erg uitgedroogd ben. De details zal ik jullie verder besparen. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat ik me een stuk beter voel dan gisteren. En ook vanochtend voel ik me echt nog niet goed. Maar nu denk ik, nou, we gaan de goede kant op. En ik wil even het laten zien. Want ik heb iets aan wat ik tijdens de zwangerschap droeg. Maar ik wil het toch eventjes delen. Dat is deze jurk. En dit is dus een strakke jurk, zoals je kunt zien. En ja, weet je, het is allemaal natuurlijk nog opgezet en zo. Maar ik heb gewoon weer, zeg maar, een figuur. Dat is zo gek. Dat heb ik gewoon. Kijk, je ziet natuurlijk ook dat hele pak er doorheen en zo. Maar gewoon, nou ja, dat je weer gewoon een lichaam hebt, zeg maar. Dat in plaats van alleen maar een raar soort ellende. Ja, daar ben ik wel content mee. Dat hele pak een stukje, je ziet hier al die ritsen en zo ook zitten, maar goed, whatever. Ik vond het toch leuk. Ik moet natuurlijk steeds iets driekwart aan. Het lijkt alsof ik er een buikje in heb, maar dat is echt, nou ja, goed, dat zie je wel aan de zijkant. Dat is niet het geval. Maar zo lijkt het een beetje zo, maar I don't care, weet je, het is top. En ik heb, omdat ik natuurlijk dat pak aan heb, dat wat tot hier komt, moet ik dus steeds iets driekwart aan. En ik was even klaar met mijn standaard rokjes. Ik dacht... Ik wilde dat rokje pakken, dus zag ik deze hoor. Weet je, ik probeer het gewoon eens hoe het eruit ziet. Ik denk, nou, hartstikke fijn.
En dat is natuurlijk totaal niet de reden waarom ik het gedaan heb. Maar het is wel een hele leuke bijkomstigheid. Zometeen de kids ophalen. En dan eten. En een poging doen om mee te eten. Ik heb eigenlijk de hele dag geleefd op... je hoort de afzegkap, sorry. De hele dag geleefd op bouillon en... hoe heet dat? Beschuitjes. We eten vandaag pulled chicken. En ze werd het wat minder gekruid, maar ik ga het gewoon proberen. Kijken hoe het voelt. En dan zien we het wel. Iedere keer zodra ik wegga voor een plek, pik met dus het kussen in. Hé, hey, Mittens. Ik heb de kussens lopen gewassen, dus die ga ik er weer op doen. Op de dagen dat de kids gaan badderen, maakte ik vroeger altijd milkshakes voor de jonge heer. Maar onze blender is kapot, dus nu maak ik chocoladeijs. En dat is allemaal, zeg maar, healthy. Dus het zijn niet milkshake uiteraard. En nu, dat recept heb ik wel eens laten zien, maar nu maak ik dus chocoladeijs. Maar dat is dus eigenlijk gewoon, zeg maar, overrijpe bevroren banaan. Met een klein schepje cacaopoeder, gewoon rauwe cacaopoeder. En nou ja, dan krijg je dus echt zo'n soort ijs. En dat doet dus in de, nou ja, met de staafmixer dan nu. En ik kan het even bij laten zien. Zo kan je nog niet heel goed zien, maar... Het wordt dus echt een beetje een ijsstructuur en hij vindt het heerlijk. En dan krijg je dus ook nog yoghurt. En dat doen we omdat ik merk, dat is er gewoon een beetje zo ingegaan dat hij nog... ja, dat hij iets eet onder de douche. Dat is een beetje gek misschien, maar... vaak, zeg maar, zijn ze na de kinderdagverblijfdagen heel erg moe. En dan eten ze gewoon niet zo heel goed. Tenminste, Niels eet hem wel. En dan is dit, zeg maar, een makkelijke manier. Zonder dat hij, zeg maar, denkt van... Oh, ik krijg een soort beloning als ik niet goed eet. Want hij heeft geen idee dat het ermee te maken heeft. Kijk, zo is het echt een soort ijs. Alleen dan niet in bolletjes. Maar dat is dus een makkelijke manier om nou ja, net een beetje extra in te krijgen zonder dat het opvalt. Lekker. Ik ga het even brengen. Ik ga de vlog van deze week afsluiten en dan begin ik meteen met een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Volgende week wordt het een hele leuke vlog, want dan is het Elis verjaardag. Dus dan neem ik jullie uiteraard mee. Eerste verjaardag. Oh, het gaat zo snel. Ja, dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!